De Union Chamber International Suriname, GCI Suriname, organiseert op 15 en 16 juli in de congreshal de workshop Suriname Leadership Academy. Het thema is Empowering Leadership. De hoofdtrainer is Jay Johnson, afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. De GCI is een organisatie voor personen tussen de 18 en de 40 jaar. Met de skills, de vaardigheden die zij leren bij GCI, dragen zij bij aan het realiseren van de missie van de organisatie, namelijk het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden die jongeren in staat stellen tot het realiseren van positieve veranderingen in hun gemeenschappen. De GCI is reeds 55 jaar actief in Suriname. De workshop heeft als doel het ontwikkelen van beter leiderschap, legt fellow Arienne van der Hilst ons uit. Na onderzoek kwamen er dus achter van, er zijn niet zoveel platforms op dit moment voor de leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar, waar ze extra tools mee krijgen om dit mee te nemen. En daardoor is in 2015 zijn we daarmee gestart, weer mee gestart met de eerste Leadership Academy. En toen zagen we, wat zijn de kernelementen die we kunnen aanpakken? En toen zagen we voor de competitiveness, voor de competitiveness van bedrijfsleven, wat kunnen we bieden aan jongeren? En toen merkten we, mindset is belangrijk en ook transparency van bedrijven. Toen dachten we, hoe kunnen we daaraan bijdragen? En toen zijn we gekomen op het thema ethical leadership. Dat event was een groot succes. We hadden meer dan 100 deelnemers en de reacties waren echt overweldigend. Mensen die geraakt waren, net zoals ze geraakt waren tijdens de oefening met Rut. En dit jaar willen we dat weer voortzetten. Trainer Johnson is er om de mensen te motiveren. Hij zal de participanten ook technieken aanleren, zodat zij beter met anderen kunnen samenwerken. Uiteindelijk gaat het erom dat zij uitdagingen niet uit de weg gaan en dat zij kritisch zijn, legt Johnson uit. Empowerment is all about making somebody able to ask those types of questions or to engage those type of populations. And when they see something wrong or when they see something that they want to take on, that they have the motivation and the ability to do so. So part of my role here at the SLA is to provide that motivation training, that technique. In addition to that, I'm looking at providing training on building leaders and building collaborative teams, because together we're much stronger. The more that we have the opportunity to work together, the stronger that our local towns can be, our nations can be, and the world can be. Without that kind of connection and without that ability to empower other people, we need to inspire action. In so many cases, there are a lot of people with so many great ideas. U zag en hoorde trainer Jay Johnson. Samen met anderen zal hij op 15 en 16 juli in de congreshal trainingen verzorgen tijdens de Suriname Leadership Academy. Deze activiteit wordt georganiseerd door de Union Chamber International Suriname, GCI Suriname.